Hoe was je uit die dip gekomen? Ik kan me voorstellen als je hard gewerkt hebt om een bepaald doel te behalen en dan komt er iets waar je niks tegen kan doen, ja. Dat je dan wel in de dip raakt. Maar hoe kom je daaruit? Ik ben me gewoon gaan richten op een gegeven moment op school. Ik woonde heel vroeg op mezelf, dus ik had een soort van verantwoordelijkheden. Ik ben meer uit die dip geraakt doordat ik gewoon andere verantwoordelijkheden had die ik moest oppakken. Vanuit school moest ik stage lopen, maar ik wilde niet. Heb ik een soort van stagebedrijf verzonnen. En eigenlijk is dat mijn eerste stap richting ondernemerschap geweest. Want ineens moest ik dat ding wat ik verzonnen had, was ik vergeten dat ze ook kwamen checken. Ja. En toen moest ik het echt op gaan starten. Vanaf dat punt ben ik eigenlijk soort van in het ondernemen gerold en had ik een nieuwe passie gevonden.